CFX-tip. Een goede tip voor op de set of als je aan het filmen bent, kleren. Ja. Kleding, kledij. Superbelangrijk. Alles, ja. Het is belangrijk dat je er gewoon goed uitziet. Als je bijvoorbeeld gewoon kijkt Hollywood films, wat dan ook. Als je een bad guy ziet, heeft hij meestal een leren jas aan of wat dan ook. En het ziet er gewoon vetter uit dan jouw G-Star shirtje of wat je ook aan hebt. Kijk, dat je kleren vet zijn, dat is prima, maar het moet op camera ook vet zijn. En dan kun je er nog een kleurcorrectie over gooien. Maar het zijn die kleine details die het gewoon net wat cooler maken. Dus doe je research. Als je een idee hebt, stem je kleding af op je script. En op je karakter die erin speelt. Dat is het belangrijkste eigenlijk, dat het bij elkaar past. Oorlogfilms. In oorlogfilms, dat is een goed voorbeeld. Hierin zijn de karakters echt afgestemd. En de kleding past echt bij de situatie. Dus als je een oorlogfilm gaat maken of een actiefilm, doe je research online. Zoek het karakter op, het past erbij. En het maakt alles meteen geloofwaardiger. Het hoeft niet duur te zijn, want stel je voor dit groene shirt. Dit is al meer oorlog dan voor een roze shirt, wat dan ook. Ja. Dus stel, je kunt op deze simpele manier kun je zelfs al iemand cool laten lijken. En wat een goede tip. Kringloopwinkels, daar heb je heel veel oude kleren, oude spullen ook liggen. Leren jassen. Ja, leren jassen, Matrix-stijl. In de Watch Dogs video, die we hebben gemaakt voor het hoofdkanaal, hadden we een hele lange leren jas. Dat is een leuk voorbeeld. Dat is gewoon, komt gewoon weg uit de kringloopwinkel. Ja, je hebt gekocht voor 10 euro. Ja, echt niks. En het voegt zoveel toe aan je karakter. Ja, dus wat is die 10 euro op jouw video? Ja, niks. Heb je vragen over deze video? Heb je nog iets waar je een tip over wil? Laat het achter in de comments en wij zullen het beantwoorden. Vergeet niet deze video te sharen en te liken en abonneer op ons kanaal. Ja. CFX Squad, out!